Quindi occhi puntati su Nicola Spujatti, autore di una splendida pole position, vincitore l'anno scorso della finale internazionale nella categoria baby, quindi ovviamente parte con il favore del pronostico, ma attenzione perché in generale tutti sono ben messi. Nu is het goed. Ja, welkom allemaal. We zijn er weer. De pre-finale voor de mini-academie. Geweldig, geweldig, geweldig. Met geweldige Nederlanders erbij. Dat is Mieke van der Scheur met nummer 8. Web, Superweb nummer 52. Daan Richards nummer 100. Mees van der Rijt nummer 88. En daarnaast komt Melvin Elzinga, nummer 23 voor Team Nederland. En Milan Kok, nummer 13. Nou, we waren ongelooflijk al succesvol. We zijn op het mooie circuit in Venetië. De 1205 meter baan, echt fantastisch, 8 meter breed. En hier gaan de gladiatoren direct starten. We hebben met de kwalificatie heeft Team Nederlanders verschrikkelijk goed gedaan. Mika, Summer en Daan en Mees 2, 3, 4 en 5. Ongelooflijk. Milan Kok nummer 8. En Melvin Elzinga nummer 9. Je kan het zien nu op het scherm. Je ziet het links staan. Het zijn 60cc, 2-takmotoren. Ja, de katjes zijn parolinetjes. En Parolin is een bekend merk uit Italië. Nummer 4 in de wereldmarkt van cutting. Wil zeggen qua productie. Nummer 1 is Tony, de 2 is CEG, Birel is nummer 3. Nou, we gaan opwarmingsronde. Voor onze rijders uit Nederland is dat voor het eerst en het is nieuw. Dus ze zijn heel erg gespannen, want ze zijn normaal gewend om een stilstaande start te hebben. Maar ja, ze moeten hier net zo mee rijden als het is in de academie. Zo leer je ook internationaal racen, dus dat ze ook een vliegende start bij de 2-takt. Dat hebben we wel bij de Rotax in de 2-takt in Nederland. En dat is in Genk op het ogenblik aan de gang met 170 rijders bij de Chrono. Hoe kom je bij het Nederlands team? Nou, heel simpel. Je moet meedoen met het 4-takt gebeuren. Chrono 4-takt, Nederlands kampioenschap. En dan kan je meedingen voor 12 plaatsen, zijn er gegeven, om dan dit WK mee te doen. Ze gaan van start. En daar gaan ze. Ze zijn los. Kijk, Pollen, alles gaat goed in de eerste bocht. Gaat nu helemaal super. Ziet er fantastisch uit. Ja, mooie eenhaalacties. Ben het stil nu. Ik moet het even door elkaar. Oh, nog weer twee mannen in de rondte. Oh, dat is geen Nederlander. Wat is aan de hand? Wat is aan de hand? Ja, nummer 111 ligt voorop. Doet hij weer wat, ja, jongens, alles is stil nu. Ja, schrijf door. Nummer 111 is een kop. We hebben wat problemen met het internet op de ogenblik. Ja, het is ook niet helemaal. Nummer 111 is een kop, dus een Italiaan. Ja, daar hebben ze weer, jongens. Kijk, nu zijn we weer in beeld. Kijk naar Ramen. Kijk wat een prachtige opname, super mooi, uniek in de wereld. Italianen zijn ook allemaal verbaasd wat we aan het doen zijn. Even kijken hoe de doorkomst is. Nummer 1 in Italiaan, op 111. Nummer 2, wie is dat? Nummer 100, dat is onze Nederlander. Ja, dat is Daan Richards rijdt op de Melvin Elzinga 3. Summerweb nummer 4, het is ongelooflijk, Hollanders naar voren. Hoe gaat Daan dit aanpakken? Hoe komen ze ervoor? Jongens, kom op, die termen strijden, help elkaar. Goed zo. Ja, treintje rijden, ja, mooi zo. Niet elkaar, want er moet de gas geven. Kijk, ze moeten nog wel een beetje zoeken met lijnen. Omdat het geregend heeft, pakken ze ook de buitenkant. En dat ziet er een beetje raar uit, maar dan heb je meer grip. Dus je kan niet de droge lijn rijden, maar de natte lijn. Maar sommige bochten kan je wel weer droog rijden. En dan zie je dat de thuisrijder, nummer 111, die echt dag en nacht hier rondrijdt, die heeft daar het voordeel van. Maar onderschat niet onze Daan, onderschat onze rijders niet. Ze hebben prachtige pakken, helaas kun je ze niet zien, omdat ze allemaal in een overal rondrijden, regen overal.
Maar ze hebben schitterende mooie pakken gekregen van Gelno, Karting en Knaf. Echt fantastisch geregeld. Nou, kijken wat er doorkomt, jongens. Daar gaan we weer. Nummer 111 ligt toch op kop. Dat is Piatti, Nicolas Piatti. Groot talent hier uit de buurt. Daan ligt erachter, hè? Ja. Melvin, dan de Summer, Giovanni, dan hebben we Mannen. En dan nummer 7, Mees van der Rijt. Gaat ook weer goed naar voren. Milan Kok is een plaats teruggevallen. En Mika van der Seur ook een plaats. Die rijdt nu de 13e. Dat is jammer. Misschien moeten we. Maar ze zijn wel aan het knokken, hoor, die jongens. Echt. Het is een gevecht. Ja, nummer 1 is ver weg, dat is jammer. Maar misschien maak je een foutje, je weet het maar nooit. Maar gisteren was je ook al. Er wordt een penalty gegeven aan nummer 7. Nummer 7, wie is dat? Dat is een Italiaan. Cambrea. Die krijgt een penalty. Dus we kijken wat er nu mee gaat gebeuren. Dus ja, dat is waarschijnlijk krijgt hij dan een 5 seconden straf. En dan zie je dan meteen terug in het gebeuren. Dan schuift wel rijdt Mees weer een Mees van de Rijt, gaat dan weer een plaatsje vooruit, hè? Daar komen ze weer aan. Hé, hey, er zijn weer. Ja, we zijn even stil. Ja. Daar komt hij aan, de Italiaan. Op 1, 111. Piatti. Dan Daan. Daan komt langzaam naar hem toe. Dan hebben we Melvin. Dan hebben we Summer. God, dat rijden ze mooi. Cambrea heeft nu een penalty gehad, dus kijk wat er gebeurt. Ja, die zakt nu in de ene. Ja, die zie je wegzakken. Dat ziet u op uw tv-scherm. Ja, hartstikke goed. Ja, normaal doet het commentaar doet Frans Langenberg, dat is onze professional in kartsport. Ja, ik ben maar een invaller. Frans zit op de baan in Genk. Ja, we kunnen Frans niet in tweeën delen. Maar ik probeer het ook over te nemen en een leuk verslag te maken dat mensen het beter staan. Anders dan heeft hij alleen maar de Italiaan die staat te schreeuwen. En die man die is alleen voor Italianen en niet voor Hollandesi, daar heeft hij niks mee. Kijk die daar sturen, kijk die daar sturen. Jongens, wat een actie. Kijk, Melvin hebben ook super goed rijden. Summer rijdt erop af. Ja, ze moeten elkaar heel houden. Uit de bocht gaat Summer eigenlijk beter weg als Melvin. Dus even als ze een andere lijn rijdt. Heel slim rijdt ze. Wordt bijgestaan door Gerky Boy. Een van de grote cracks uit de historische tijd, hè? Dus wat in de 70 jaren reed de man al het WK's. En die helpt haar om verder te helpen. Daar zijn we super blij mee binnen het Nederlands team. De hele week hebben we ook de leiding gehad van Indy Dointje. Nou, Indy hebben een fantastisch werk afgeleverd. Want het gaat hier heel hard, hè. Het gaat hier gewoon harder als de Rocky Paralink. Ja, de Rocky Paralink wat langzamer, maar hier, die baan is breder, de baan is sneller. Dus ja, dan moet je de bochten snel uit leren. Nou, Indy heeft daar zijn handen vol aan gehad. Maar ze pakken het op, hè. Want we zitten wel gewoon in de top 3. Zitten dus gewoon Nederlanders, hè. Gewoon alle Nederlanders. Ja, alleen op nummer 1 rijdt in Italiaan Piatti. We zagen dat al de hele week. Deze man die rijdt altijd op deze banen. Die woont hier wat. Dus ja, maar ik zie Daan toch erbij komen. Maar Daan neemt wel risico's, hoor. Man. De man is ontketend. Ja, Melvin rijdt nog voor Summer. Moeten wel oppassen, hij rijdt een Italiaan achter. En die begint toch, dat is Trentin Giovanni. En die probeert ook weer bij te komen. Ja, daar gaan we weer, jongens. Even kijken wat er gebeurt. Daar hebben we nummer 1. Ja, die ligt plat op het stuur. Daan hoeft dat niet, want Daan is niet zo groot. Die komt boven het stuur uit. Dus ja, die hoeft niet plat te gaan liggen. Melvin wel. Oeh, Summer. Ja, kijk, daar gaan ze. Ja, en je ziet dus nummer 7 is gezakt van plaats nummer 6, hè. Kijk, daar gaan ze, prachtig. Maar ze blijven onder de lijn rijden. Kijk, die Italiaan die doet dat, die probeert die Summer toch een beetje te toucheren. Dat doet hij niet netjes. En het wordt hier scherp opgetreden, hoor, jongens. Dus ze krijgen veel straf uitgedeeld. Dus de spetsenleider is erg consequent. Dus daar zijn we wel erg blij mee. De Italianen nog steeds op kop. Piatti. Daan is langzaam aan het toekruipen. Hij komt erop af. Daar Melvin en Summer zijn aan het strijden. Ja, misschien moeten ze een beetje samenwerken. Zouden we even met Indy moeten dat overleggen. Want Team Nederland moet gewoon bij elkaar blijven. En niet elkaar toucheren. Alleen maar weg zien te komen. De Italiaan die erachter zit. Die zie je nog steeds een beetje kijken. Wat kan ik doen? Dat is meneer Giovanni Trentin.
was heel leuk. Gisteren kreeg hij een toespraak van zijn vader van een kwartier. Daar ben je helemaal niet vrolijk van. Dat is zo'n rare kakvader die een beetje overdreven was. Maar je ziet het, de Hollanders gaan goed. Er is een geweldige sfeer in het Nederlands team. Dus we zijn met 12 piloten daar en heel veel ouders en heel veel begeleiding. We zijn hier met een man of 60 en er is één groot feest. Eén groot kakfeest, zoals kakken bedoeld is. Daar gaan we wel. Nelson die houdt prima de deur dicht. Summer die rijdt attent. De Italianen zakken nu weg. Dus het gaat echt de goede kant op. Lekker doorrijden. Daan kan niet aanhaken bij Pujatti. Pujatti houdt de leiding en stevig in de hand. Maar hij heeft nu achterblijvers. Kijken hoe hij daarmee omgaat. Dat is altijd gevaarlijk. Hè? Zo'n achterblijver. Ik zie geen blauwe. Oeh, die achterblijver in de rondte. Ja, nou, Pujatti heeft weer geluk, want dan kan hij mooi omheen rijden. Kijk die mooie opname. Je ziet het. Jongens, kijk, daar gaat onze Melvin en Summer. Dat is echt ongelooflijk. Kijk hoe mooi dat kind rijdt. Fantastische mooie andere lijnen. Kijk, dat is nou anders karten. Maar dat heb je als je natuurlijk als begeleider Gertie Boy hebt. Hè, onderschat die man niet. Ongelooflijk veel kennis aan de kartsport. We kunnen een beetje dochter anders karting noemen. Dat is echt onvoorstelbaar wat die man allemaal gepresteerd heeft. En heel positief voor de jeugd dat er zo'n oudere rijder dat wil doen. Ik hoop dat dan van de History Club dat er meer mensen dat willen gaan doen. Ja, we gaan even verder kijken in de wedstrijd. Hoe is het met de andere Nederlanders? Hoe gaat het met Mika? Mika ligt op de 8e plaats. Mees van der Rijden ligt op de 9e plaats. En Milan Kok ligt 10e. Dus de top 10 zitten eigenlijk, alle Nederlanders zitten daar, we zijn met z'n zessen, zitten er toch bij. Dat is echt grandioos als je niet de baan kent en dan eigenlijk voor het eerst hier mag rijden. Kan je ook meedelen dat de heren bijna gisteren 4 uur gereced hebben. Nou, dan leer je wel karten hoor, dus dat is even anders. Oeh, de Italiaan valt aan jongens, oei 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 oei. Even kijken, dat is nummer 21, wie is dat? Dat is meneer Trentin, die zit nu voor Summer en die haalt nu iedereen in. Oei, 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 ja, nee, Melvin pakt terug, die pakt hem terug, ja, heel goed. Kom Summer, kom op, zet hem achter, ja. Ja, prachtig, prachtig, kijk op het. Ze houden het ook, Trentin, die blijft doorgaan. Jongens, ja, Melvin, kom. Dan komt die van die Trentin en dan Summer weg. Summer moet een beetje aanhaken. Ja, kijk, ik zie wel dat het motortje wat harder gaat van die Trentin. Ik weet niet, dat lijkt wel of hij een beetje sneller is. Ja, nou, bij het bochtenwerk, wat denk je, zijn die Nederlanders weer wel beter. Kijk, Summer Webb is aan het aanvallen. Hoe is het met onze kleine Daan? Gaat het goed met hem? Ik kan niet alles volgen, maar ja, Daan haalt ook een achterblijver goed in, dus dat is goed gegaan. Maar we moeten goed opletten met die Nederlands wat bevalt. Melvin en onze Summer Webb. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Let op. Daar komt de Italiaan weer, Trentin. Die zit achter Melvin. Ja, hij zit in een sandwich van Nederlanders. Kom op, Summer, kom op. Netjes erachter rijden. Pak je moment en haal hem in. Want we moeten weer terug op je plekje. Ja, nummer 1 is weer voorbij. Daan kan niet aanhaken, dus daar ligt een veilige tweede plaats. Hij is een beetje aan het cruisen. Ik denk dat hij zijn motortje spaart en ook zijn banden spaart voor de finale. En dat is slim. Er is al een felle strijd aan de gang met Melvin en Trentin. En onze Summer. Ik verwacht van Summer nog een actie. Die komt zo bij de laatste ronde waar we nu aan het rijden zijn. Dit is de laatste ronde van de 10 rondes. En het is super spannend. Super spannend. Zal Summer Web het inhalen, ja of nee? Gertie stond langs de kant. Ik zag een bepaalde beweging maken. Het moest gebeuren. Het moest gebeuren om te kijken of er een plaats naar voren. Want dat is belangrijk. Dat is je startplaats voor in de finale. Dus dat is echt super spannend. Ja, de laatste ronde. Even, ik zie nummer 1 al aankomen. Even kijken wat de Italiaan doet. Trentin. Ja, Summer blijft hem achter zitten. Keurig. Ja. De Italiaan is al aan het loeren bij Melvin. Maar Melvin rijdt wel een fantastische lijn hoor. Want het is echt grandioos. Ja, en daar komt nummer 1 aan. Wie wint? Nummer 111. Daar komt Daan aan. Kijk, super. Eens hand omhoog. Helemaal blij. Geweldig. Even kijken op Melvin 3 wordt. Even kijken. Dan gaan we jongens. Spannen. Ja, Melvin is 3. 4 is Trentin. En 5 is Summer. Nou, even kijken. Wat doet de rest van Nederland? Even kijken. Wanny. Dan hebben we. Even kijken. Mika. We hebben Mika. Ja, Mika is 8e.
Meestal rijdt negende. We kijken of Milan op die nog wat plaatsen zou kunnen pakken. Want die heeft volgens mij een beetje problemen gehad. Hij heeft niet helemaal in de gaten gehad. Maar hij is nog wel aan het rijden. De volgende. En kijken of Milan Kok is ook binnen. Dat is nummer 13. Nou, ik verwacht van Milan nog wel wat met de finale. Blijf naar ons kijken. De volgende wedstrijd. Ik zal even kijken op het blaadje. Die is, dat is, even kijken, dames en heren, de final is om 10 over 3, Europese tijd, zijn de senioren met 18 ronden. Ik zeg het verkeerd, dat is de academy, dat is om 3:30 zijn we terug met de academy, en om 10 over 4 is de mini-academy. Dus dan zijn we weer in de lucht. Bedankt voor het kijken, tot zo, tot straks, dank u.